Daarom ben ik ook blij dat ik op een gegeven moment bij Lennart en Lennart terecht ben gekomen. Maar die hebben me ook laten zien hoe het allemaal fout is gegaan. Ja. En dat had echt te maken met mijn instelling van het kan niet op. Je bent wel echt keihard op je bek gegaan dan. Ik ben heel hard op mijn bek gegaan. Jeetje. Zo, even pauze. Ik ben onderweg naar Jurgen Rijman. Natuurlijk grote cabaretier. Volle zalen gespeeld. Heel erg bekend van zijn theatervoorstellingen. Maar ik heb hem al heel lang niet in het theater gezien. Dus ik ben benieuwd, komt er nog een nieuwe voorstelling? Of is hij ergens anders mee bezig? Is hij misschien gestopt met pensioen? Ben ook benieuwd naar zijn verhaal over zijn torenhoge schuld. Hoe hij daar precies in is beland. Hoe hij eruit is gekomen. Of hij er al uit is. Het was iets met een investering, maar ik weet niet precies hoe het zit, man. Dus dat wil ik vragen. En ik ben benieuwd naar zijn gezin. Zijn sterke vrouw, Shaila, die hem al door heel veel dingen heeft gesleept. Oftewel, veel te vragen. Interview voor Nieuwe Revue vandaag. Ik ga op pad en let's go. Nou, we staan hier bij Meetpoint Koffiebar. De plek waar Jurgen graag wilde afspreken met ons. En nou, het is 3 uur, dus hij zal zo wel komen. Dan komt hij eraan. Ja, Dries. Ik had het net over je. Ja, nou, dat dacht ik al, ja. Ik was zo blij dat ik dit mocht doen. Ik heb alvast mijn eigen microfoontje meegenomen. Goed, hè? Jij bent goed voorbereid. Ja, goed voorbereid. Laten we een kop koffie gaan drinken. Ja. Oh, bij Meetpoint. Kijk. Ja, cool. Heel goed. Jurgen, welkom in het grote interview van Nieuwe Revue. Ik ga een artikel over je schrijven met jou maken van 6 pagina's plus foto's. Maar we maken ook een video voor nieuwerevue.nl. En ook een beetje voor mijn YouTube-kanaal. Ja. Ik breng mijn werk een beetje in beeld als showbiz-verslaggever. Heel goed. We zitten hier in een koffiebar, een hele gezellige koffiebar, midden in Almere. Ja. Waarom hier? Nou, Meetpoint is het hart van Almere Poort. Het is waar iedereen van Almere Poort bij elkaar komt. Ik heb hier mijn verjaardag ook gevierd in deze kleine tent. Maar het is gewoon hartstikke gezellig. En ja, Claudia, de uitbaatster hier, is gewoon een hartstikke warme, lieve vrouw die ook nog lekker kan koken. Gewoon goede drankjes heeft. Dus ja. Ik denk van ja, zo support je ook je local business een beetje. Door het bij interviews vraag ik altijd mensen, kom hier naartoe. Zodat mensen ook Meetpoint leren kennen op deze manier. Heel goed, ja. Heel goed. Goed bezig. Ik wil graag met jou praten over je werk, je carrière. Een stukje persoonlijk. Mm-hmm. Er komt van alles voorbij. Laten we even beginnen met waar we nu staan. Waar ben jij op dit moment mee bezig? Op dit moment werk ik in de consultancy. Ik ben de CIO, de Chief Inspirational Officer bij Lennart & Lennart. Dat is een bedrijf die zich specialiseert in performance. En we zijn nu eigenlijk met 3 main topics bezig. En dat is cybersecurity. We zijn bezig met diversiteit en inclusie. En we doen een stukje werving en selectie. Maar mijn afdeling zit binnen de diversiteit en inclusie. En dan verdiep ik me ook nog in werkgeluk. En feedback geven, dus teambuilding, hoe geef je goed feedback, werkgeluk doe ik. En inspirerend leiderschap, en dat doen we echt vooral als een soort coaching naar captains of industry doe van hoe kan ik een inspirerend leiderschap vormgeven binnen mijn bedrijf om maximale resultaten te behalen. Oké. Dat is, klinkt als werken met mensen. Ja. Terwijl jij als cabaretier en comedian vooral voor mensen werkt. Mm-hmm. Is dit leuk? De interactie en meer rechtstreeks terugkrijgen van mensen? Ja, ik had me eigenlijk al voorgenomen toen ik begon met mijn carrière. Ik zei, ik wil tot mijn 55ste ongeveer wil ik op het podium blijven en dat blijven doen. En dan wil ik daarna iets anders gaan doen met mijn leven. Want ik weet van mezelf dat ik vrij onrustig ben en in die zin dat ik ook nieuwe uitdagingen wil op een gegeven moment als ik bezig ben. En het kwam echt zo uit dat ik op een gegeven moment kwam in 2019, kwam corona, 2020 zou ik nog 1 grote musical doen met Paul de Leeuw. Hello Dolly. Hello Dolly en Simone Kleinsma. Wat een drama was dat? Ja, nou, en Paul had zijn première op 8 maart, ik zou er mijn op 14 maart hebben en 13 maart gingen alle theaters dicht. En ik was op een gegeven moment 80% van mijn jaar inkomen kwijt toen de musical werd gecanceld. Dus ik dacht, ik moet iets anders gaan doen. En ik zat toen al bij Lennart & Lennart, omdat ik een paar jaar daarvoor wat uitdaging had gehad met mijn eigen performance. En die zeiden, nou blijf lekker bij ons, we willen je graag een positie aanbieden binnen het bedrijf. En ik ben toen op mijn 54ste met theater gestopt in plaats van mijn 55ste. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Oké. Ja. Okay. Sterker nog, ik doe nog 1 keer in de maand, soms 2 keer in de maand, doe ik nog wel stand-up shows. Maar in de kleine clubs doe ik dat met vrienden, doe ik gewoon een line-up comedy show en een kwartiertje, 20 minuten. Vind ik heerlijk. Oké, is dat toenerachtig? Ja, toenerachtig ding. Ik doe het in het Comedy Café in Utrecht, doe ik het vooral. En ik heb soms ook in Amsterdam, in Eindhoven, ik heb het laatst heb ik het
waar was ik weer? In Vinkeveen. In een klein cafeetje. Okay. Dus ja, het is over heel Nederland, maar ik vind het gewoon leuk. Het houdt je ook scherp. Ja, ja. Voor mensen die dat eens een keer willen zien, die jou toch wel heel erg missen op het toneel, ja. Waar moeten ze kijken om te kijken waar je speelt? Ik zet het meestal op mijn Instagram stories als ik ergens speel. Okay. Ik ben minder actief geworden op social media, heb ik ook gemerkt. Dat komt natuurlijk omdat je een hele andere targeting hebt. Weet je, ik doe meer op LinkedIn nu dan dat ik op Instagram. Ja, je hebt niks meer te pluggen natuurlijk. Ik heb niets te pluggen. Dus, nee. Maar als ik dan zo'n keer een ding heb, dan meld ik het altijd wel even in mijn storyline. Dus op die manier. Jij neemt net het hele harde woord gestopt in je mond. Is dat ook echt zo? Komt er geen nieuwe voorstelling meer van je? Zoals het er nu in de wereld er nu uitziet, niet in elk geval. Weet je? Maar ik wil niet de Surinaamse Heintje Davids worden die op een gegeven moment na een tijdje zegt van... Ja, ik wil het wel. Ja, sorry, we zitten in een café, dus je gaat af en toe een bonenmachine horen. Hoort er gewoon bij. Dat hoort er gewoon bij. Mooi dat je het ook gewoon benoemd hebt. Hoeven die weg te knippen. Nee, toch daarom. Ideaal. Ja, dus, ik zeg nooit, want het gaat echt misschien weer prikkelen een keer en dat ik op het podium ga staan en zeg, nou, ik doe weer een toertje. Ja. Maar ik denk dat het meer dan kortere tours zullen zijn. Dat je dan 10 voorstellingen doet of zo. Maar het echt dat lange toeren, 100 voorstellingen in een seizoen door heel Nederland, dat zie ik niet meer zitten. Nee. Oké. Okay. Ik hoorde jou in een interview eens zeggen, het is belangrijk om jezelf te blijven vernieuwen. Mm-hmm. En dat ben ik misschien wel eens vergeten, ergens halverwege mijn carrière. Dat ben ik zeker vergeten. Ligt dat de stoel? Hoe bedoel je dat? Nee, ik heb het gemerkt dat op een gegeven moment, als het heel goed gaat met je, dat je ook in een soort van... we noemen dat dan een comfortzone komt waarbij je denkt van oké, alles gaat goed, ik hoef me niet veel moeite te doen. Ik doe de jurk aan, ik vraag wie is je vader, wie is je moeder, ik doe de tour een beetje rond en ik kan met mijn gezin op vakantie, ik kan in een groot huis wonen, waarom zou ik meer moeten doen? En wat ik daaruit heb geleerd is, als je het product niet blijft vernieuwen, dat mensen op een gegeven moment op je uitgekeken raken. En dat is dan vooral je publiek. Er zijn natuurlijk ook altijd andere factoren die meespelen, want bij televisie ben je altijd afhankelijk ook van derden als je programma wel of niet doorgaat. Ik ben echt ontzettend dankbaar voor mijn tv-carrière. Ik heb er me heel veel mooie dingen gebracht. Ja. Evenals mijn theatercarrière. Maar er is nu een nieuwe Jurgen aan de set en die is met bedrijven bezig, die is met mensen bezig om ze te helpen groeien en ze andere inzichten te geven. En ja, dat vind ik hartstikke fijn. Ik bedoel, misschien ook als je iets ouder en wijzer wordt, heb je minder behoefte aan het snelle leven om, weet je, overal ook als bekende Nederlander herkend te worden. Dat is nu veel minder en dat vind ik ook fijn. Ja, maar je wordt nog geregeld herkend, heb ik al. Oh ja, want absoluut. Je bent dat niet verdwenen uit het geheugen. Nee, ik zit nog behoorlijk in het collectief geheugen van Nederland, denk ik. Dat, gelukkig maar. Ja. We hadden het net al even over humor. Ja. Hoe zou jij jouw eigen humorstijl omschrijven? Oh, wauw. Ik heb eigenlijk altijd een beetje met mijn humor, en dat was zeker op televisie, zoals ik altijd heel erg van de typetjes intercultureel proberen om verbanden te leggen tussen verschillende culturen. En ook vooroordelen uitvergroten om te laten zien hoe belachelijk ze zijn vaak. En dat heb ik altijd geprobeerd met Ahmed de Slager, met Edsel de Stadswacht, met Tante S. En mijn humor is eigenlijk, soms een beetje grof, mag ik wel zeggen, geweest. Maar ik heb nooit humor willen maken om mensen te kwetsen. Dus het moest altijd wel, laat me zeggen, het moest altijd wel leuk blijven voor iedereen. Liggen daar ook de grenzen voor jou in humor? Dus zodra ik vind zodra dat iedereen zijn eigen grenzen wordt, iedereen moet zijn eigen grenzen bepalen, vind ik ook. En ik vind van, je bent nooit verplicht om naar humor te kijken. Jij maakt de keuze wel of naar het theater gaan of wel of niet de televisie aan te zetten. Dus laat mensen dat vooral op hun eigen manier doen. Maar ik heb gewoon bepaalde humor die mij wel aanspreekt en bepaalde humor die me niet aanspreekt. Ja. Niets is zo subjectief als het gevoel voor humor. Zeker. Weet je? En dat is ook iets wat we moeten leren hier in Nederland. Van, je kan niet de stempel plakken van op die cabaretier is wel grappig en die cabaretier niet of zo. Nee. Mm. Iedereen heeft zijn eigen publiek gecreëerd en heeft zijn eigen humorstijl die een bepaalde groep aanspreekt. En sommigen spreken een grotere groep aan, sommigen een kleinere groep. Ja. Je kunt inderdaad niet zeggen, die cabaretier is niet grappig, maar je kunt wel je mening uiten. Het is not my kind of humor. Ik ben benieuwd, welke cabaretier vind jij grappig? Dat is een mening. Wie ik grappig vind? Oh man, ik vind er heel veel grappig hoor. Als je eentje moet noemen waarvan ik zeg, dan kan ik echt heel erg hard om lachen. Ryan Pandey vind ik nu een van de comedians waar ik heel graag naar kijk. Nabil vind ik hartstikke grappig.
En van de oude generatie Najib. Najib bleef nog altijd een van mijn favoriete comedians. En Jochem Meijer. Ja. Ja, Jochem Meijer. Alleen Jochem Meijer kijk ik het liefst op video, want dan kan ik hem even op pauze zetten om op adem te komen. Die gast heeft de energie, joh. Die gaat wel hard. Die gaat echt heel hard. Ja, maar ik vind Jochem, dat hij ook een heel mooi mens is. Misschien is dat het gewoon. Ja. Ja. Wie vind je niet leuk van de comedians? Dat je zegt van, dat is nou niet echt mijn cup of tea. Wie ik niet leuk vind, ja. Ik vind het een beetje moeilijk te zeggen. Ik weet je wat, ik onthoud me liever van die vraag, als ik eerlijk mag zijn. Omdat het wordt altijd verkeerd geïnterpreteerd op de een of andere manier. En niet door jou, maar mensen die dit artikel lezen of die het filmpje zien, gaan altijd de eigen invulling aan geven. Ja. En ik weet je, ik vind dat elke collega zijn plek verdient. Maar de collega's die ik niet leuk vind, of de oud-collega's die ik niet leuk vind, nou, die zullen het wel geweten hebben dat ze me nooit bij een voorstelling hebben gezien, bijvoorbeeld. Of, ja. Ja. Jurgen, ja. Ik heb, we laten het interview even voor wat het is. Hè. We gaan even wat luchters tussendoor, even uitblazen. Ja, goed. Zware kosten. Gebeuren, ja. Ik heb een leuk spelletje voor je meegenomen. Okay. Dat spelletje heet Zanger of Cabaretier. Oké, okay, jij cool. krijgt een foto te zien. Ja? En dan moet je zo snel mogelijk zeggen zanger of dit een zanger is of okay. een cabaretier. Let's do it. Ja? Yeah? Oké. Okay. Beide. Die is beide. Cabaretier. Cabaretier, maar kan ook zingen. Even een lied met Gerrit Joling. Cabaretier kan absoluut niet zingen. Hij doet wel zijn best. Dit moet een zanger zijn, want ik ken hem niet als cabaretier. Toch? Misschien een beetje een gekke foto. Hans-Hansie Theeuwen. Oh, is Hansie Theeuwen? Ja, hij zit oh, ik had het niet herkend. Ja, oh, nee, dat is cabaretier en zanger. Dus ik heb het goed gezegd. Ja, hij kan prachtig Frank Sinatra zingen. Dus, ja. Joepie. Ja, Joep is cabaretier. Cabaretier. Ja. Je bent er wel scherp in vandaag. Ja, Dolph Jansen cabaretier. Oh, oké. Okay. Ja. Even kijken. Howard Komproe cabaretier. Oh, oké. Gaan we te snel? Nee, hè? Nee, hoor. Doe even via cabaretier. Oh, kijk. Ja. Nou, en dan kijken we nog eventjes of we nog meer hadden. Kijk. Ah, Martijntje Koning, ja, die is ook een cabaretier. Ik vind je verdraaid scherp. Ja. Waarom denk je dat ik dit spelletje met je doe? Heb je enig idee? Nee. Ik neem je even mee terug naar de slimste mens van vorig jaar. Waarbij jij een foto, van... Oh man. God, foto van... Dat had ik dus ook. Ik had geen foto. De naam werd genoemd van Stefano. Stefano Keizers. Van de Keizers werd genoemd. En het erge is... Ik hoorde Keizers en ik dacht direct aan Volendam, dus ik zei zangers. Ik had 3 seconden. En Stefano en ik hadden net 2 weken ervoor hadden we samen Maestro opgenomen. We zaten in hetzelfde kleedkamer. Je kende hem, alles, het is een collega van je. Collega, alles. Ja, en je zegt zanger. En je zei ook meteen van, oh, dit gaat hij me zo kwalijk nemen. Nee. Ik vond het echt erg. Maar aan de andere kant, ik had toen van Francis Broekhuizen had ik verloren. Ja. En als er eentje is die ik het had absoluut gun om naar de finale te gaan, was zij het wel. Dus ik heb 7 keren meegedaan. Ik kan me gerust een van de slimmere Nederlanders noemen. Ja, mooi. Maar goed, doordat je Stefano Keizers zo bestempelde als zanger, dus lag je er wel uit. Toen je de vraag stelde, dacht je van, dit is precies waarom. Dus je kan het wel namelijk. Leuk. Helemaal goed. Leuk. Jouw boek, waar gaan we een paar vragen over stellen. Mm-hmm. Rijman zoekt raad. Heeft dat boek jou gebracht wat je ermee wilde bereiken? Nou, wat het boek vooral heeft gedaan. Kijk, op een gegeven moment kwam ik echt in de problemen financieel. Ik heb een paar uitdagingen gehad. Ik raakte mijn programma kwijt. Weet je, mijn huis kwam onder water te staan. Ik heb zware schulden laten oplopen. En ik wilde een boek schrijven dat mensen inspireerde om te laten zien van hoe hard je ook valt, je kan altijd weer erbovenop komen. Maar ik wilde ook mensen laten zien wat er werkelijk was gebeurd. Door gewoon eerlijk te vertellen, dit is met mij gebeurd. Zodat anderen kunnen zien van, dit kan echt iedereen gebeuren. Ook al ben je on top of the world als BN'er, dat kan iedereen gebeuren. Ja. En ik hoop dat ik, en dat is, heb ik ook gemerkt, dat ik mensen kan inspireren om de kracht uit te putten. En ik heb een aantal ondernemers gehad en ook andere mensen die mijn boek hebben gelezen, die naar me toe kwamen en zeiden van, nou, het heeft me echt wel nieuwe inzichten gegeven, maar het heeft me vooral ook geholpen om mijn eigen positie te relativeren. En als ik dat voor 2, 3, 4 mensen, zelfs 10 mensen heb kunnen doen, ben ik al helemaal happy, omdat ik zoiets heb van, dat is ook de bedoeling waar ik het deed. En het allerbelangrijkste, als bekende Nederlander, als je problemen hebt, verzint de pers altijd wel het een en ander over hoe het gegaan is. Ja. En ik heb zoiets, als je het toch over me wil lullen, kan je het liever goed gedocumenteerd doen, lees het boek. Ik vond een zinnetje op de flaptekst van het boek zo mooi. Daar is over nagedacht. Dat is bijna poëzie. Hè? Ik draag hem even voor. Mm-hmm. Op de dag van zijn 50ste verjaardag zou Jurgen Rijman samen met zijn vrouw in hun Aston Martin naar Monaco rijden. Om daar in hun boot de wereldzee te gaan verkennen. Op zoek naar zonnige oorden en mooie stranden. Maar ja,
In plaats daarvan zat hij in 2016 in diepe shit thuis. Ja. Wat een prachtige zin. Heb je die zelf geschreven? Of het het was ook de opening van het theaterstuk van me. Dus Oké. Dus dat heb ik toen gebruikt. Omdat dat was de droom. De dream was, weet je, op een feiten zou ik daar moeten zijn. En het jaar dat ik 50 werd, everything went to shit. Ja, wat ging er mis, Jurgen? Het ging van alles mis. Ik had een investering gedaan in vreemde valuta. Had ik een lening genomen om een investering te doen. En op een gegeven moment zijn die valuta losgekoppeld van de euro. Waardoor ik ochtend opstond met de schuld. Leg maar even uit, ik zit niet zo in de belegwereld, hoe dat kan. Nou, je hebt een pand waarmee je een investering wil doen. En dat kan zijn een vastgoedinvestering, zodat je dan op de langere termijn daar weer rendement uit kan halen. Nou, voor dat heb ik toen, dat geld voor het pand heb ik toen voor een groot gedeelte geleend in Zwitserse franken. En die Zwitserse franken die werden toen losgekoppeld door de Zwitserse bank op een gegeven moment van de euro. En het was altijd wel redelijk dicht bij elkaar. Ja. Maar het maakte een soort vrije val, waardoor mijn schuld omhoog ging. Dat heb ik gelukkig goed kunnen afwerken de afgelopen jaren. Dus die schuld is een stuk minder geworden. Het is, Nou spreek ik even advocaat van de duivel. Mm-hmm. Hè? Want iemand die, je gaf bedrijfspresentaties, je gaf... Je deed van alles op televisie. Het kon niet op. Misschien ook wel eens een commercial tussendoor. Er werd geschat op een gegeven moment door een bepaalde website van er komt zeker 1 miljoen per jaar binnen bij Rijnman. Nou, meer zelfs. Meer zelfs, kijk. Dus die had die site het aardig goed. Heb je dan slecht gespaard? Had je niet gewoon een buffer van 6 of 7 miljoen dan op de bank moeten hebben? Maar weet je, je zit in een soort stroomversnelling op dat moment. En je denkt van het gaat toch niet op. En je gaat maar en je gaat maar. En ik heb economie gestudeerd, maar het niet afgemaakt. Ik snap waarom je die niet afgemaakt hebt. Misschien had ik het moeten afmaken. Weet je, dus ik zeg ook, wat er financieel met mijn foto's gaat, het is compleet mijn eigen schuld. Ik heb gewoon niet slim gedaan daarin. Okay. En, maar waar heb je al dat geld dan aan uitgegeven? Geen idee. Dat gaat zonder dat je door hebt gehad, dat gaat het gewoon, jongen. En dan heb je dan een bepaalde levensstijl die je zelf aanmeet. Je gaat dure vakanties, je weekendjes Londen om te gaan shoppen. Je meet je van alles aan wat je kan op dat moment. Ja. En dat was gewoon niet slim. En daarom ben ik ook blij dat ik op een gegeven moment bij Lennart de Lennart terecht ben gekomen. Maar die hebben me ook laten zien hoe het allemaal fout is gegaan. Ja. En dat had echt te maken met mijn instelling van het kan niet op. Je bent wel echt keihard op je bek gegaan dan. Ik ben heel hard op mijn bek gegaan. Jeetje. En ik had op een gegeven moment, mensen zeggen, maar heb je daar geen spijt dat je het allemaal gedaan hebt? En dat je weet, want nu had je helemaal boven Jan moeten zijn en je had hoeveel panden moeten hebben en alles. Nee, want het heeft me allemaal wel gemaakt door de man die ik vandaag ben, die veel conscientieuzer is over hoe hij met zijn dingen omgaat, die veel bewuster is met wat er fout gegaan. En ik kan ook een jonge artiest die beginnen deze waarschuwing geven van let op wat er met mij is gebeurd. Ja. En zorg dat je niet in diezelfde valkuil gaat. Ja. Dus het is niet voor niets gebeurd. En aan de andere kant ook, ik heb als God in Frankrijk mogen leven 10 jaren lang. En nu zit ik in een klein appartementje met mijn vrouw. Maar we zijn even gelukkig. Ben je gelukkig momenteel? Ik ben denk ik gelukkiger dan toen ik het allemaal wel had. Hoe kan dat? Omdat ik misschien wat ouder ben geworden. En ook het besef heb van dat je vaak dingen inbeeldt die je nodig hebt. Dat je een soort beeld voor jezelf creëert van als ik dat doe dan ben ik succesvol. En dan ben ik gelukkig. Maar die het allemaal niet hebt en je gaat relativeren, je gaat vergelijken hoe anderen het hebben en dat je eigenlijk al die tijd tot een top 2% behoorde van de wereld die ze gelukkig moet prijzen. Terwijl ik dat niet deed misschien zelf en dat ik het gewoon voor granted nam. Ja, dan ga je wel beseffen nu van dat wat je nu hebt, ik kan nog aardig voor mezelf zorgen. Weet je, we kunnen nog 1 keer in de maand gaan uiteten met z'n tweeën, 1 vakantie per jaar kan. Dan leer je dus gewoon om anders met dingen om te gaan en dan leer je de kleine dingen waarderen. En dan zie je ook wat echt belangrijk is. Wat belangrijk is dat mijn kinderen dat goed doen. Dat mijn vrouw en ik, onze gezondheid oké is. En dat de mensen die echt dierbaar zijn, mijn directe kring, dat die het allemaal goed doen. En als dat goed gaat, dan kan je daar ook energie uitputten. Mooi, mooi. Goed. Jurgen, we laten het interview weer even liggen. Want we hebben al twee even wat luchters nodig. Ik ben eigenlijk wel best wel fan van jouw grappen. Mm-hmm. En van jouw... als je nou eens terugkijkt naar die hele lange carrière op het podium. Yeah. Welke grap of welke... uitsmijter komt dan als eerste in jou op. Als je zegt van dat was dan wel echt een goeie. Die wordt nog steeds herhaald overal. Daar hebben mensen het nog over. Nee, ik denk 013. Het was een grap die ik deed over verschillende mensen die ik tegenkwam in Tilburg. Kan je hem heel even doen? Dat meen je niet. Weet je hem nog? Dat is een hele lange. Weet je een korte? Een korte. Die nog steeds werkt is als mensen me vragen.
hoe ik zo lang met Sheila ben. Wat is mijn geheim? Het geheim dat ik 35 jaar met diezelfde vrouw ben. Angst. Ik ben gewoon bang voor die vrouw. Bang voor de tegenhanger, of voor wat? Ja, ja, ja. Dat is het. Dus die, ja, die werkt altijd. Mm. Ja. En wat wou je net zeggen over 013? Even over die grap. 013 is een grap waar ik dus vertel over van dat ik verschillende mensen vraag om me de weg te wijzen naar 013 in Tilburg. En op een gegeven moment vraag ik het aan de Antillianen, zoals die Antillianen het uitleggen. Ja, dat is zo beeldend, dat is zo perfect. En dan kwam je er gewoon meteen ook. En hoe doen Antillianen dat dan? De weg uitleggen? Die zegt, nou, hij begon van, hoe was het weer? Hij zegt, deze weg, zie je deze weg? Je gaat helemaal tot die einde. En waar, wat is dat? Waar je komt bij die lichten, die veranderen steeds van kleur. Ja, die stoppen precies. Wat erbij, dan ga je naar rechts. Wat erbij rechts. En dan rij je die weg. En dan ga je mee met die bewusteloze bocht. Flauw op, ja, precies, die bewusteloze bocht. Met de flauwe bocht. En dan kom je waar die weg wordt, een randje. En dan neem je die randje 3/8. Je moet niet 4/8 nemen, want anders kom je bij die grote witte huis met die kleine koeien met die krullen. Zeg je, koeien met die krullen? Ja, je weet, die koe die doet zo bäh. Zeg je, daar weer met de verre gaan. En dan legt iemand dat je dat terugrijdt en dan kom je in de serie. Dus zo ging dat zo. En deze grap zit nog in het collectief geheugen van heel veel mensen die jouw show zijn. Het mooiste was, ik deed die grap en iemand zei me toen, als je naar Curaçao gaat, doe die grap niet, want de Antillianen gaan beledigd zijn als je deze grap zo vertelt. En ik kwam op Curaçao en het eerste wat me gevraagd werd bij mijn eerste radio-interview, kan je alsjeblieft 013 voor ons doen? Dus het is, Ik ken het al Antillianen als mensen met veel zelfspot. Juist, ja, dus daarom is het dus ook, weet je, je hebt sommigen die het niet leuk vinden, anderen wel, maar het grootste gedeelte heeft erom kunnen lachen en daar gaat het bij mij om. En wij nu ook weer. Dus ja. Het was steeds leuk eigenlijk. Top. Oké. Dankjewel, man. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij zegt je bent gelukkig, misschien wel gelukkiger dan ooit. Betekent dus ook dat je geen applaus nodig hebt voor de adrenaline kick of nee, voor je geluk? Nee, niet meer. Want je staat niet meer in theater. Nee, ik dacht vroeger dat ik het allemaal om het applaus deed. En misschien was het ook zo. Maar ik krijg nu nog steeds wel applaus na mijn keynote speeches en noem maar op, weet je. Maar wat ik nu bijvoorbeeld ook heb geleerd is, als ik bloemen krijg bijvoorbeeld na een presentatie. Als ik in een bedrijf ben en ik krijg altijd een bloem, weet je, dat is echt Nederlands, krijg je dan bosje bloemen erbij als je weggaat. En een boekenbom. Dan zoek ik altijd iemand in het bedrijf, het liefst iemand die in de schoonmaak werkt of bij de asportier of achter de balie zit, iemand. En dan geef ik altijd mijn bloemen af en dan geef ik die persoon ook een applaus, omdat dat de mensen zijn die keihard werken, maar nooit bloemen of een applaus krijgen. Dus ja, het heeft te maken met het feit dat je als podiumartiest natuurlijk dan een soort social convention met mensen moet applaudisseren als je klaar bent. Maar ik liep vandaag met mijn hond hier in de buurt en ik zag straattomaters bezig die ons park hier prachtig aan het maken zijn. Die krijgen nooit een staande ovatie aan het eind van de dag, maar die verdienen misschien nog wel 2 keer zoveel als ik. Heb je het gedaan? Applausje? Ja, ik doe het regelmatig. Ja, dat ik zeg van, hé jongens, te gek, laatst was die jongen ver vier. Ik ben een beetje misschien maf voor dat agent, maar dan zeg ik even, hé. Ja. Power man, dat doe je echt heel mooi. Want mensen vinden gewaardeerd worden voor wat ze doen at the end of the day. En als je dat geeft aan mensen, geef je hun ook meer werkplezier. En als mensen meer werkplezier hebben, dan kunnen ze ook gepassioneerder hun werk doen. En dat is waar we uiteindelijk allemaal naar streven. Ik wou nog even met je teruggaan naar een stukje terug in het gesprek. We hadden het net over de diepte, de bodem die je hebt gezien. Ja. Ik wou je vrouw graag eventjes ter sprake brengen, Sheila. Zij heeft op meerdere plekken in jouw leven een belangrijke rol gespeeld. Hoe was zij toen, in die tijd van ellende, schulden, aan de grond zitten en het even misschien niet meer zien zitten? Het heeft ons alleen maar sterker gemaakt in onze relatie, denk ik. Ze zei het ook, we hebben er samen van genoten, we gaan er samen doorheen en we komen er samen weer bovenop. En toen Sheila en ik trouwden, hadden we echt geen cent te maken. We zijn echt in gemeenschap van armoede getrouwd, zeg ik altijd. We konden alleen onze trouwringen betalen, die waren 190 gulden. En de rest is door familie en vrienden zo'n hele huwelijk bekostigd. Gratis getrouwd op de maandagochtend. Gratis getrouwd ook nog, precies. Ja, absoluut. Ja. Weet je, dus we hebben alles opgebouwd samen. We hebben samen ervan genoten. En ze heeft ook gezegd, we zijn samen verantwoordelijk ervoor. Dus laten we dit samen ook eruit komen. En she has my back all the way. Dus het is ook iets van, we zijn er sterker door geworden samen, denk ik. We zijn even ontsnapt naar de keuken. Ja. Om ons even te onttrekken van het interview, hebben we even iets luchtigs om het tussendoor te knippen. Anders is het zo lang als dit, voor de kijker ook. Jij hebt wel iets met taal. Ik ben Fries. Ja. Jij bent Surinaams. Zouden wij elkaar kunnen verstaan als wij onze eigen taal spreken, denk je?
Met het mes op de keel. Met mes op de keel versta je de meeste dingen wel. Ja. Dus, maar denk je, laat het proberen. Dat lijkt me een leuke uitdaging. Ik spreek Fries. Ja? Jij spreekt zo plat mogelijk Surinaams terug. Okay. En dan kijken of we eruit komen. City. Mag ik daar wat vreetje, Jurgen? Als je alleenig bent, in welke taal tinkst je? Bij mij zat in mijn praxis in dat als er aan de tongen met ik gebruik. Want hoe is van je draait hoor, die melk is er aan de man. Als er aan de tongen afvast bij mij, denk je. Dus soort tongen jij, denk je, tegen je, denk je. Oké, dit gaan we toch maar even ondertitelen, ben ik bang. Want ja, moeilijk te verstaan. Ja. Jij verstaat mij makkelijker dan ik. Ik ga nog eventjes een vraagje stellen. Wat vind je het mooiste wut in het Surinaams en waarom? Crosby, want dat... Het was aan de Moro Crosby in Ayus Revi, in Tata wordt ook dichterbij. En we lopen woord to Crosby, because Crosby, hij doet een vierdelijk van familie, hij doet een vierdelijk van iemand, alles moet de Crosby. Dus aan de Crosby, hij vier boom, hij vier schuiten, hij vier warm. Dat ben ik lopen woord to Crosby. Oké, maar ja, dat vind ik ook. Ja, toch? Ja, begrijp het ook heel goed. Ja. Nee, mooi. Volgens mij heb je een hele mooie uitleg gegeven. Wat betekent dat woord? Dichtbij. Ja. Oké. Okay. We gaan het even omtitelen dan. Ja, komt goed. Ja. Nou, misschien nog een laatste vraagje dan, Jurgen. Had het Surinaams hele mooie erotische wutjes? Was het een beetje zwoel of een beetje geil van wust? Ja, man, want je al veel woorden zijn. Het heet ook al een beetje, zeg maar, als maar op een sweet dahlia. Of maar een mooi boil. Of maar een sweet pomenade. Dat nou wordt op eigenlijk bij goede loopvol gebruik voor ook toe. Hoe karapis voor om ons al op morgen voeren, lekker alle trassanik. Dat weet je wel een van vrouw toen. Of een poan, of een koekoek, lekker boyo. Of een broomtje, lekker een dahlia. Of je, ja. Een broomtje, een dahlia, ja. Een koekoek, een boyo. Dat naast aan je. Dus dat zijn de erotische woorden, zijn we kan dat in Sana tongen staan. De geskikte voetsoort op tv. Niet geschikt voor tv. Ja, nou, ik had wel in de gaten, als wij hem elke keer praten in zijn eigen taal, dan kan Toon mij heel goed verstaan. En ik kan hij haast net verstaan. Dus ja, dat is wel. Ik vind het heel moeilijk om te volgen wat zo zeist. Nee, maar ik denk dat het ook te maken heeft met het Surinaams, het Sranatonga, tongen, daar zit Spaans in, daar zit Afrikaanse dingen zitten daar, er zit Frans in, Portugees, een beetje Nederlands, heel veel Engels, net als dingen. Maar als je het in die klanken heel snel zegt, dan klinkt het toch anders. En ik denk dat het grote verschil is. Want ja, het Fries op de een of andere manier, het is toch iets wat ons een beetje... Ja, ik luister wel eens naar dingen in het Fries. We hebben heel veel Friese liedjes hebben gehad in de hitparade. Na je dag. Of na je day. Weet je. En ja, dat maakt het toch net iets anders, denk ik. We hebben Piet Paulusma gehad, die ons natuurlijk het mooi heeft geleerd. Dus ja. Het Fries, dat zit ons dichterbij dan het Sranatonga nog in Nederland. Mooi. Dat komt eraan. Okay. Ik beloof het je. Okay. Ja, nou, we gaan luisteren. Ja, let's do it. Dankjewel. Top. Laatste vraag van mij, Jurgen. Mm-hmm. Je bent 56. Dan zeggen ze, je loopt naar de 60. Ja. Ben jij bang voor dat getal? Ik kruip. Ik heb gehaast. Is dat een rot getal waar je niet naar uitkijkt? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb met ouder worden heb ik nooit een probleem gehad. Integendeel, ik vind het, als je kijkt naar waar we vandaan komen als mensheid, zeker ook uit de tropen waar vroeger in Suriname de gemiddelde leeftijd voor een man rond de 40 zat, prijs ik me gelukkig dat ik ouder mag worden. Er zijn nog steeds plekken op de wereld waar mensen gemiddeld rond de 40 worden. Ja. Dus het is een voorrecht om ouder te worden. En de wijsheid die je erbij krijgt, de inzichten die je erbij krijgt. En natuurlijk heb je wat gebrekjes of gebreken die erbij komen. Dat hoort bij ouder worden. Maar ik zeg dat neem ik voor lief. En ik vind het heel mooi ouder worden. Ik kan ook echt met heel veel genoegen naar oudere mensen kijken. Want je ziet gewoon de tekenen van het leven zie je in die mensen. En dat zijn tekenen van wijsheid. Ik zeg het jammer is ook dat we eigenlijk wanneer op het maximum van onze wijsheid zijn, dat het moment is wanneer we doodgaan. Oh, mooi. Weet je, als we andersom geboren zouden worden met alle wijsheid en dan het steeds af zou nemen tot aan de dood, waarschijnlijk zouden we dan iets slimmer zijn met de dingen omgaan. Heeft Leonardo DiCaprio een keer een film over gemaakt. Ja, precies. Ja. Ja, dat hij als ouder man werd geworden steeds jonger werd. Ja. Maar ik vind het een zegen om die wijsheid te krijgen. En ik omarm het ook, dat ouder worden. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om een motorfiets te kopen na mijn 50ste. Of dat soort dingen, dat ik plots een midlife crisis. Nee, ik heb echt vrienden gehad die op mijn 40ste helemaal gestrest raakten. Van dat ze plots, ik heb dat echt
ik omarm het oud worden. Ik vind het echt, ja. Op wat voor manier merk je dat je ouder wordt? Bij mij merk ik het vooral dat, dat er sneller gewicht bij komt. Dus ik moet echt letten op mijn gezondheid, ik moet echt letten op mijn gewicht. Ik merk ook dat er wat pijntjes komen hier en daar. Dat je sneller een blessure kan krijgen als je niet oppast. Dus het sporten moet je wat conscientieuzer doen. Maar wat ik vooral in merk is dat ik een stuk rustiger word. Dat ik minder road rage krijg als ik op de weg ben. Dat ik meer begrip voor mensen heb gekregen. Dat ik makkelijker leer relativeren. En dat zijn ook allemaal dingen die met het ouder worden komen. En dat vind ik wel een voorrecht, ja. Je zit een tevreden man. Absoluut. Een gelukkige man die midden in het leven staat. Volledig senang is met zijn eigen leeftijd en zijn bezigheden op dit moment. Wat een fantastisch interview, Jurgen. Dankjewel. Het was mij genoeg. Bedankt voor de aandacht. Ik vind het heel fijn dat ik dit mocht doen. Mooi opzeker. Absoluut, ja. Ik dank je hartelijk voor dit moment. Nee, jullie bedankt voor het nogmaals. Het was zo fijn. Leuk. Ik vond het heel fijn dat hij zijn research had gedaan. Ik bedoel, ik heb weinig mensen die mijn boek hebben gelezen wanneer ze me interviewen. En dus dat hij daaruit heeft gehaald. Hij wist heel veel van mijn kinderen en van Sheila, over het verleden ook. En ik vind het belangrijk. Ik vind het fijn dat als je geïnterviewd wordt, dat mensen echt ook weten wie je bent en waar het over gaat. En dat ze ook een beetje verdiepen. Het ergste vind ik interviews, als iemand begint de vraag, vertel eens, wie is Jurgen Rijman? Dan denk ik van, flikker even op. Weet je? En de vragen waren oprecht geïnteresseerd. Het was ook niet steeds op zoek naar alleen maar juice, om het zo te zeggen. Maar ook echt gewoon geïnteresseerd in de persoon, Rijman. En dat is ook de fase in mijn leven waar ik ben. Dus daarom heb ik het heel fijn ervaren. Hij krijgt van mij een dikke 8,5. Want mijn leraar leerde me altijd op school, 10 is voor God, de 9 is voor de leraar en de 8 is voor jou. Dus is het hoogste cijfer wat ik hem kan geven is 8,5 met de 8 nog erbij. Met de half nog erbij. Ja, en als je me vraagt tips voor hem nog, niets. Ik vind het juist heel leuk, ook die afwisselingen tussen met de kleine spelletjes die je doet. Ik denk dat het het heel dynamisch maakt. En ja, één tip zou ik zeggen van blow up your YouTube channel, weet je. Ga gewoon full speed op YouTube. Ik denk dat er veel meer behoefte is aan dit soort media, wat oprecht om human interest gaat. En al die bullshit die je tegenwoordig op tv ziet en op social media. Dus, lieve mensen, ik ben groot fan van André Jelle. Dus check zijn YouTube-kanaal. En dan heb je mooie interviews, je hebt leuke spelletjes. En je leert bekende Nederlanders op een andere manier kennen. Hoe cool is dat? Nou, Jurgen, hartstikke bedankt voor jouw openhartigheid. Ja, nee. We hebben gelachen, gehuild. Nou, niet gehuild. We hebben wel gelachen. Plezier gehad. En weet je wat, als je bij mensen zit waar je op je gemak voelt, dan praat je ook makkelijker. En ik heb vandaag heel makkelijk gesproken. Dank je wel daarvoor. Ik vond ook dat je makkelijk sprak. Ja, thanks man. Ik ga je spreken, man. Hey. Hoi. Veilig thuis. Yo. Hoi. Ja. Hoi, hoi. Nou, dat was een leuk interview met Jurgen Rijman. Man, wat een aardige kerel zeg. Het is altijd afwachten hoe iemand, dat het echt is. Ik heb een paar keer aan de lijn gehad, maar we hebben gelachen. We zijn de diepte in gegaan en we hebben het ook luchtig gehouden waar nodig. Filosofisch waar het kon. Ik vond het taalspelletje heel leuk, want ik heb vragen stelde in het Fries en hij in totaal onverstaanbaar Surinaams ging terug antwoorden. Dat was leuk. En natuurlijk het spelletje Zanger of Cabaretier. We zijn een beetje een dis van mij richting Jurgen. Wat hij toen Stefano Keizers niet als Cabaretier had betiteld in de slimste mens vorig jaar. Dus het was even een knipoog. Vond ik zelf vooral heel leuk in de voorbereiding. Hey, vond je dit een leuke video? Zou jij even willen abonneren op mijn kanaal? Want daar help je mij een beetje mee. Ik ben nog niet zo lang bezig. Ik probeer het kanaal een beetje op te bouwen. Dus ik kan wel wat abonnees gebruiken. Is gratis. Dus abonneer even. En je kunt me ook volgen op Instagram. @AndriJelleDeJong. Daar breng ik mijn leven als showbizverslaggever in beeld. Maar je ziet mij ook als vader. Want ik heb 2 kleine aapjes van 8 en 6. En die dartelen vrolijk door het beeld. En we wonen op een soort boerderij, dus je ziet ook heel veel dieren voorbij komen. Dus volg me op Instagram, abonneer op YouTube en ik zie jou graag in de volgende video. Hoi!